Arno Haviga, ik denk vandaag voor jou als trainer en ook voor je team een walk in the park. 19-2, ja. Dan ga je misschien nog balen van die twee tegengoals. Nee hoor, dit is uiteraard een prima uitslag. Vooraf hadden we natuurlijk wel verdacht dat we die wedstrijd makkelijk zouden gaan winnen. Alleen, je moet het altijd wel even doen. En Italië die heeft de afgelopen periode ook twee keer tegen ze gespeeld. Die heeft twee keer lastig gehad. Dus daar hadden we ook wel meegenomen in onze voorbereiding. En dan zijn we gewoon blij dat we het goed doen. En ik denk ook, als je geconcentreerd blijft spelen, wordt het zo'n uitslag. Als je dat niet doet, dan wordt het een andere uitslag. Dan win je hem wel. Maar dan ga je met een ander gevoel bad uit. In het begin had ik het gevoel van, dit wordt misschien nog moeilijk. Misschien gelijk opgaand. Maar ja, daarna eigenlijk is het met rust al gespeeld. Ja, de eerste minuut zeker. Inderdaad. De eerste minuut krijg je hem gelijk om je oren. Dat klopt. We krijgen één kortje tegen. En daarna hebben ze er nog één gemaakt. Die wedstrijd die zat volledig in de tas. En dat zag je eigenlijk al gewoon in het spel. Dus daar hebben we ons geen zorgen om gemaakt. Belangrijk was dat we die wedstrijd goed zouden afsluiten. En nu moeten we verder naar eind maart. Dan hebben we de Final Six van deze Europese World League Tour. En daar willen we bij de eerste drie in ieder geval eindigen. Uiteraard willen we het toernooi winnen. Maar belangrijk is dat we daar bij de eerste drie eindigen om ons te kwalificeren voor de World League Superfinal. En daar is het eerste ticket voor Tokio te vergeven. Dus daar moeten we bij zijn. Ja, want jullie hadden je al geplaatst. Benader je dan zo'n wedstrijd meer als een soort voorbereiding op die Final Six? Of zie je dit dan toch echt nog als een wedstrijd die bij de poolfase hoort? We willen het goed afsluiten, dus dat wel. Alleen, dit was ook de laatste wedstrijd met de oude regels. Er komen nieuwe regels in onze sport en die gaan we eind maart in. En we hebben deze weken eigenlijk al wel gebruikt om al een beetje wat van die nieuwe regels op te pakken. En ook in deze wedstrijd hebben we een paar situaties die je nog niet helemaal na kan bootsen. Maar wel een beetje de focus richting zo'n situatie gecreëerd. Dus we hebben die wedstrijd wel gebruikt, de voorbereiding op eind maart. Er zullen sommige mensen bij Rijnmond jou kennen als waterpolo-coach. Maar andere mensen kennen jou als Feyenoord-analyst. Dus moeten we hem toch even voorleggen. Jaap Stam naar Feyenoord. Oh, is dat een rot? Nee, is nog niet rond, maar die naam gaat rond. Wat denk jij? Ik hoorde de directeur zeggen dat er gaan meerdere namen rond. Het zou kunnen. Ik heb geen idee. Ze hebben het goed stilgehouden, begreep ik. Maar ik vind het een man met een hoop uitstraling en een hoop ervaring in het voetbalsport. En ik denk ook dat is wat Feyenoord nodig heeft. Dus ik zou het geen verkeerde keuze vinden. Hoe die inhoudelijk als coach is, daar kan ik niet zo goed over oordelen. Hij is natuurlijk nog niet zo heel lang bezig, ook nu. Maar als persoon en als uitstraling, als charisma wat hij heeft, dat denk ik dat het best bij Feyenoord past. Dus voor jou mag hij komen? Voor mij mag hij wel komen, ja.